een beetje kantelen naar beneden. Ja. Wij bevinden ons op dit moment in het decor van de voorstelling Peaches. Een voorstelling die we anderhalf jaar geleden hebben gemaakt, gespeeld in de theaters. Die we vervolgens in de coronatijd hebben hernomen, maar in een andere versie. Het verhaal gaat eigenlijk over een man in de herfst van zijn leven, een professor. En die wordt voor het eerst in zijn leven verliefd op een meisje dat aan de andere kant van de wereld woont. Ze zijn heel veel van elkaar verwijderd, maar hun liefde is groots, intiem en reëel. En gedurende het verhaal, fantastisch geschreven door Ilja Leonard Pfeiffer, kom je erachter dat het object van die liefde, dat meisje aan de andere kant van de wereld, eigenlijk niet bestaat. En hoe die man, die professor, daarmee omgaat, daarover gaat de voorstelling Peaches. Toen er een tweede sluiting kwam van de theaters, toen hebben we besloten om een derde versie van die voorstelling Peaches te maken. En die verschilt wezenlijk van die theaterversie, omdat we gaan hem nu spelen via Zoom. Het was technisch best een uitdaging, omdat het programma waar we mee streamen is eigenlijk niet gemaakt om voorstellingen mee te streamen. Het is natuurlijk een vergaderprogramma, maar we hebben toch via verschillende omwegen en trucjes hebben we toch een hele mooie voorstelling neergezet eigenlijk, met externe camera's en een geluidsapparatuur, zodat het toch lijkt alsof het er wel voor gemaakt is. We bouwen de voorstelling nu zo op, zodat het publiek niet ziet uit welke hoek dat het gefilmd wordt, of in welke hoek van de ruimte de acteurs zich bevinden. Zodat we met de camera alle kanten op kunnen, zodat we steeds verschillende shots kunnen maken met één camera eigenlijk. Omdat we met één bewegende camera werken. En daardoor blijft het toch spannend in beeld om naar te kijken. Dat is natuurlijk heel anders dan dat je als publiek in de zaal zit en je hebt één beeld waar je eigenlijk de hele avond naar kijkt. En nu bepalen wij waar je naar kijkt. De camera die hier staat, die dwaalt eigenlijk door het decor. Die komt daar ook de acteurs en de muzikant tegen. Die heel dicht op de huid van de camera spreken, die ook in de camera kijken. Het is heel intiem eigenlijk. En we hebben een nieuwe ensenering gemaakt waarin je dus eigenlijk als het ware door het decor wandelt. Maar eigenlijk ook door het hoofd van de hoofdrolspeler. Ik besloot om didactische redenen te antwoorden met een wedervraag. Waarom denk je dat? Het leuke van Zoom is dat het publiek niet alleen naar ons kan kijken, maar dat wij ook naar het publiek kunnen kijken. Dus Zoom maakt een daadwerkelijke ontmoeting mogelijk tussen ons en ons publiek. When you say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool, 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 girl, girl. Ik heb het licht ontworpen voor Peaches en vandaag kijken we dan wat we moeten aanpassen voor de online versie van Peaches. Bij de voorstelling, de live voorstelling van Peaches in het theater, heb je te maken met het menselijke oog van het publiek. En voor de online versie, de streaming, heb je te maken met een camera. En dat is wel een wezenlijk verschil of je direct met je eigen oog naar een lichtbeeld kijkt of via een camera, via een scherm op je computer. Nou, het gaat vaak over, inderdaad over intensiteit, dus de helderheid van het licht. Omdat het contrast heel anders is via een camera. Maar het gaat ook over dat we een andere ensenering hebben gemaakt voor de online versie. Dus er wordt met één camera door het decor gereden. Wat dus betekent dat de camera ook voor lampen langs rijdt bijvoorbeeld. We hebben ook daadwerkelijk wel wat overgangen aangepast en de video op de achtergrond aangepast. Okay. Zodat het allemaal wat meer samengevat is eigenlijk in de sfeer van de voorstelling. Dan dat we daadwerkelijk die voorstelling letterlijk gaan brengen zoals die was. Ja, nou, dat verzoek verrast mij een beetje, Profi. Maar omdat jij het bent, zal ik erover nadenken. We zijn het aan onze stand verplicht om verhalen te vertellen, ook als het podium voor die verhalen wegvalt, moet je op zoek naar alternatieve podia. En we merken dat het publiek dat ook heel fijn vindt, dat juist in een tijd van sociale verwijdering, dat er nog momenten zijn waarop een collectieve ervaring met elkaar gedeeld kan worden. En dat is de Zoom-voorstelling Peaches is daar natuurlijk één van. Plus dat er heel veel kaarten waren verkocht voor die tournee van Peaches. En we die mensen niet teleur wilden stellen. Dus ze kunnen nu niet komen kijken live in theater, maar wel live vanuit de huiskamer. Naar iets wat wij op het moment zelf voor hen spelen.